In dit filmpje vertellen wij, de werkgevers en vakbonden in de sector productie- en leveringsbedrijven, je graag meer over het sectorsociaal plan dat we met elkaar hebben afgesproken. We kunnen niet anders dan rekening houden met de veranderende wereld om ons heen. De transitie naar een duurzame energievoorziening, de concurrentie op de energiemarkt en de technologische ontwikkelingen hebben negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in de sector. Ook veranderen de eisen die aan werknemers worden gesteld. Daarom hebben we afspraken gemaakt over een sociaal beleid dat jou en je collega's ondersteunt om aan het werk te blijven. Hiervoor hebben we een gezamenlijk sociaal plan PLB gemaakt, omdat de situatie in alle bedrijven in de sector PLB vergelijkbaar is. Het sociaal beleid is gericht op het bevorderen van gezondheid, vitaliteit, ontwikkeling en mobiliteit. En voorkomt daardoor zoveel mogelijk boventalligheid en werkloosheid. In het kader daarvan hebben we al het Talentenplatform gelanceerd. Daarnaast gaan we extra investeren in maatregelen die jou en je collega's de kans geven jezelf te blijven ontwikkelen, zodat jij nu en in de toekomst goed inzetbaar bent binnen of buiten de organisatie. Hierover maken we afspraken met jouw vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad. In het geval boventalligheid ontstaat, helpen wij jou bij het vinden van een andere baan binnen of buiten de organisatie. Je krijgt de beschikking over een loopbaanbudget dat is gebaseerd op je leeftijd, dienstjaren en salaris. Dit loopbaanbudget kun je gebruiken voor werkbegeleiding, een beëindigingsvergoeding of om vanaf je 58ste, indien toereikend, je dienstverband te verlengen tot je pensioen. Kies je voor werkbegeleiding en vind je onverhoopt geen andere baan, dan ontvang je het restant van je loopbaanbudget als beëindigingsvergoeding en kom je in aanmerking voor WW en een aanvulling op de WW tot 85% van je laatst verdiende salaris. De duur van de aanvulling is gebaseerd op het aantal jaren dat je in de energiesector werkt. De regering heeft besloten om de opbouw en de duur van de WW te verlagen per 1 januari 2016. Werkgevers en vakbonden hebben afgesproken deze opbouw en duur te repareren, waardoor je hier geen nadeel van ondervindt. Je krijgt dus net zoveel maanden WW als voorheen. Op het intranet van jouw werkgever vind je meer informatie over de afspraken die we hebben gemaakt over het sector Sociaal Plan.